Jongens, hebben jullie dit al gehoord? We hebben een nieuwe leraar. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Hallo klas, ik ben jullie nieuwe leraar. Wat is dit? Is het een tatoeageschool? Ah. Oké. Ja, tatoeages zijn geweldig. Wauw. Zo knap. Hij is mijn favoriete leraar. Dit is de tatoeageschool. Kinderen, laten we beginnen met tatoeages. Vandaag zullen we het hebben over verschillende tatoeagestijlen. Kitty is zo mooi. Ik zou haar mee uit moeten vragen. Hey Kitty, hier heb je een liefdesbriefje. Wil je met me uitgaan? Nee! Weer een mislukte romance. Jake heeft hulp nodig. Hey Romeo, wil je een goede raad? Om indruk te maken op een meisje, moet je haar naam op je arm tatoeëren. Ze zal het zeker waarderen. Hoi Kitty. Kijk eens naar mijn nieuwe tatoeage. Wauw, dat is mijn naam. Wauw. Zo schattig. Zo, ga je nu met me uit? Wacht even. Mijn tatoeage antwoord is ja. Geweldig, kom op. Ik kan nog steeds niet geloven dat je mijn naam op je arm hebt getatoeëerd. Het is zo romantisch. Wacht even, ik moet deze nemen. Hoi. Wat? Is dat een lijst met namen of wat? Verrader! Wat? Nee, Kitty. Oh, pech gehad. Denise, hier. Kitty, aanwezig. Waar is Jake? Jacob, heb je de tijd gezien? Je bent te laat. Je bent weer te laat, Jake. Weet je wel hoe laat het is? Ik zal je leren hoe je punctueel moet zijn. Blijf stilzitten. Nu zul je altijd een horloge aan je hand hebben. En je zult onthouden dat de lessen om 8 uur beginnen. Hallo, professor Ink. Je bent weer te laat. De les is al begonnen. Nee, mijn horloge zegt dat het 8 uur is. Dus ik ben op tijd. Prima, neem plaats. Meisjes, hebben jullie dat gezien? Jake, je hebt echt geluk gehad. Zijn jullie weer aan het spieken? Oeps. Geef me al jullie spiekbriefjes. Oké, professor Ink. Denise, waar is je spiekbriefje? Het zit allemaal in mijn hoofd. Oké. Hey, beweeg je haar. Een spiekbriefje tatoeage is een trouwe metgezel voor een examen. Dank je, Denise. Kun je alleen met een code op dit studentenfeest komen? What? Hey, Jake. Zou je een toegangscode op me willen tatoeëren? Zeker, geen probleem. Het is klaar, professor Ink. Geweldig. Ik ben jong en klaar om met iedereen te feesten. Je code, alsjeblieft. Wat? Is dit een streepjescode van een banaan? Heb je daar een probleem mee? Bananen willen ook plezier maken. Jake, meng deze chemicaliën. Ja, mevrouw Ramona. Wat ben je aan het doen? Oh, ik ben dol op experimenten. Wauw, scheikunde is net magie. Wat was dat? Oeps, waar zijn je wenkbrauwen, professor? Kitty, tatoeëer nieuwe wenkbrauwen op je professor. Professor, niet bewegen. Je nieuwe wenkbrauwen zullen beter zijn dan voorheen. En? Is het goed? Oh ja, je ziet er geweldig uit. Dank jullie wel. Tot ziens.
Leerlingen, haal jullie tatoeagepistolen tevoorschijn en ga aan de slag. Oh nee, ik heb mijn tatoeagepistool thuis laten liggen. Ik zal weer moeten improviseren. Een pen en een steen. Begin te oefenen. Ik zal tatoeëren zoals onze voorouders. Goed gedaan, meisjes. Jake, wat ben je aan het doen? Kom eens hier. Wat is dat in je handen? Het is een oud Hawaïaans tatoeagepistool. Ik zal het je laten zien. Geef me je hand. Zie je? Het is heel gemakkelijk. Auw, mijn hand. Het doet pijn. Het wordt zo beter, professor. Ik zal je wond schoonmaken. Hier, klaar. Oh, mooie tatoeage. Goed gedaan, Jake. Mijn oude stufje werkt. Huiswerk nakijken. Wat heb je, Kitty? Een sleutelbeentatoeage van mijn vriendin. Goed gedaan. Je krijgt een 10+. Denise, heb je je oma meegebracht? Serieus? Laat me je werk zien. Mijn kleindochter heeft een tatoeage van een doodskop op me gezet. Wauw, ze houden van je oma. A+, Denise. Bedankt. Hier is mijn huiswerk. Wauw, een tatoeage op een luier. Het stinkt. Het is een vreselijk idee en een vreselijk cijfer. Eigenlijk stinkt dit allemaal. Kitty's oorbellen zijn geweldig. Ik kan er ook een paar maken. Hoi, Denise. Wat is dat? Dit zijn mijn nieuwe oorbellen. Bijna net als die van jou. Lijken ze op elkaar? Ja, ik denk het. Nou, doei. Zo smerig. Ik heb ze tenminste met de hand gemaakt. Attentie, klas. Jullie moeten vandaag tattoo-ontwerpen tekenen. Wat? Hier zijn jullie papieren. Bedenk ideeën en teken. Ik kopieer van mijn telefoon terwijl niemand kijkt. Ik zal met de mooiste schets komen. En ik zal een schets van Denise kopiëren. Klaar. Ik ben ook klaar. Is dit het? Jullie tijd is om. Laat me jullie schetsen zien. Kitty heeft het super gedaan. Jake deed het nog beter. Denise, jouw schets is gekopieerd van Jake. Wat? Dat kan niet. Jake heeft mij gekopieerd. Oké. Hier, nu hebben we allebei twee totaal verschillende schetsen. Wow. Goed gedaan, Jake. Ik vind je schets prachtig. Het is een briljant idee. Goed gedaan. Laat Mexico zien. Oké. Waar ligt Guadalajara? Oké. Hier is een moeilijkere opdracht. Andy, kom binnen. Draai je om en laat ons je rug zien. Denise, toon me nu Cincinnati op de kaart. Prima. Het is hier. Goed gedaan, Denise. Je krijgt een 10+. Oh, wow. Jake, wat heb je getatoeëerd? Deze tatoeages zijn een ramp. De nachtmerrie van elke kunstenaar. Je bent gezakt voor het tatoeage-examen. En ik wil met je moeder praten. Onmiddellijk. Hier is mijn moeder, professor Ink. Kom binnen. Kijk eens naar het werk van uw zoon. Het is onmogelijk naar deze tatoeages te kijken zonder te huilen. Hij heeft de huid van zijn vriend verspeeld. U moet hier iets aan doen. Ik zal uw zoon geen tatoeëerdiploma geven. Goed zo, professor Ink.
Laat het niet tot je doordringen, Jake. Ik vind alle tatoeages die je voor me gedaan hebt mooi. Oeh, wauw. Mijn schatje is zo getalenteerd. Hygiëne voorop. Hoi, ik zou hier graag een tatoeage laten zetten. Oké, eerst moeten we alles ontsmetten. Nou, dat is niet schoon genoeg. Meer ontsmettingsmiddel. Nope, nog steeds niet genoeg. Ontsmetting! Juffrouw, ik sta tot uw beschikking. Huh? Geweldig. Ik denk dat ik te ver ben gegaan. De sessie is voorbij. Oeps.